Maandagmiddag werden de ouders geïnformeerd middels een brief van de GGD. En dinsdagavond gingen zij naar een van de informatiebijeenkomsten. In Vught, Drunen of zoals hier in de Brabanthallen in Den Bosch. Om meer te horen over de ontuchtzaak rondom de Bosse zwemleraar. Alleen al in Den Bosch werden enkele honderden ouders aangeschreven. Zij zitten allemaal vol ongeloof en onzekerheid. Nou, ik sta er iedere keer weer versteld van dat er dat soort zieke mensen op de wereld zijn. En ik mag hopen dat mijn dochter bespaard is gebleven, maar voor al die kindertjes die die wel heeft lastig gevallen, vind ik echt diep en diep triest. Denkt u dat u dat antwoord gaat krijgen vanavond? Of dat mijn dochter erbij hoort, ja of nee? Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat hoop ik van harte. Later op de avond volgde een persconferentie waarvan de beelden ook op onze site te zien zijn.